kan je knap kijken, jongen. Baby warm. Mijn man lekker in mijn hand. Deze video gaat over Joep. We gaan 24 uur van hem filmen. Ja, we gaan natuurlijk zien dat we zijn flesje gaan geven. We gaan zijn poepluier verschonen. We gaan een bad doen. 'S Nachts ga je zien hoe het allemaal te werk gaat als je een babytje hebt. Dat hij onder zoveel uur alweer wakker wordt en alweer wil drinken. Dus dat ga je allemaal zien in deze video. Dus blijf kijken! Het onderdeel van Joep zijn 24 uur is natuurlijk ook meegaan met mama en boodschappen doen. Dus dat gaan we nu even doen. We hebben Loos net afgezet bij de kinderopvang. Die gaat even lekker spelen. Joep zit achter in de auto. In zijn autostoeltje. En wij gaan even een rondje doen door de winkel en boodschappen doen. Het is nu 11 uur geweest al, zie ik. Hij heeft net zijn flesje weer opgedronken. Nu ligt hij even lekker bij mama. Kan je knap kijken, jongen? Best wel wat last van krampjes, heb ik het idee. Want hij is de hele tijd overstrekken en heel veel huilen. Hij is nu eindelijk even rustig. Maar eigenlijk wel, denk ik, een half uurtje gehuild, zoiets. Maar nu is hij lekker rustig. Gaat hij zo weer even lekker slapen. Ah, hij zwaaide. Mooie plekjes in zijn gezicht. Van de melk. Jeugdbuisjes. Poepie. Laat je nou een windje. Poepie. Poepie. De verbaasde blik. Vaak in zijn ogen. Hallo allemaal. We zijn een uurtje verder en hij heeft weer zin in drinken. Vaak wil hij dan nog maar een paar slokjes en dan valt hij lekker in slaap. We gaan het zien. Hij bleef zo huilen. Dus, maar je ziet het, hij heeft er ook echt wel zin in. Ga je zo lekker slapen dan, jongen? Ja, mama. Het is nu in de middag en hij wilde niet echt slapen. Dus ik ga even lekker een stukje met hem wandelen. Hij ligt trouwens voor het eerst in de kinderwagen. Hij is wel vaak in de maxicoosje weg geweest met deze wagen, maar nog niet in deze reiswieg. Nou, zo te zien vindt hij het wel lekker. Een vriendin van mij kwam net langs en die bracht een kussentje. Dat is zo'n kussentje die je kan opwarmen in magnetron. En dat zorgt ervoor dat de buikkrampjes wat minder worden. Bij haar zoon heeft het ook echt goed geholpen, zei ze. Dus we mogen het even uitproberen. En ik hoop dat het bij Joep ook echt gaat helpen. Want hij heeft soms echt last van krampjes. Al heel gauw na een fles is hij zich helemaal aan het overstrekken. En gaat hij maar huilen. Ja, het kan soms echt een half uur tot een uur aanhouden. Dus we hebben nu al een andere fles aangeschaft. In de hoop dat die krampjes wat minder worden. En nu kunnen we dus ook mooi even dit kussentje uitproberen. Ik heb nu een half uurtje met hem gelopen. En ik dacht, nou, hij zal wel lekker gaan slapen. Maar nee, dat doet hij niet. Dus we gaan nu weer lekker naar huis. En dan leg ik hem weer in een box. En dan hoop ik dat hij toch even een paar uurtjes gaat maken. Want hij is nu al best wel een tijd wakker. Even in de avond en hij heeft net zijn flesje op. Hij is nu lekker rustig, maar dat was net wel anders. Was hij alleen maar aan het huilen en het overstrekken aan het doen. Hij had echt wel duidelijk pijn. Dus we hebben eventjes dat warmte ding op zijn buik gelegd. Maar we hadden niet echt het idee dat het wat hielp. Maar daar gaat hij weer. Misschien moeten we dat maar gewoon vaker proberen. Yo, yo, yo. In bad we go.
Kleine man gaat lekker badderen. Yeah, 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 yeah. Loos zit er ook lekker bij. Even zwaaien. Hallo mensen, ik ben Lois. Ik ben lekker een banaantje aan het eten. Lekker gezond. Oh, papa helpen. Oeh, hoppakee. Hier het badje met de temperatuur. Hier staat baby warm. En hij zit er net onder. Ja, ik denk dat hij wel afgekoeld is al, maar... Het is lichtelijk afgekoeld, want Joep wilde nog een beetje drinken. En nog een beetje slapen. Zo kun je inderdaad goed meten hoe warm het badje is. Of niet te warm, dat is in ieder geval belangrijk. Niet te warm het badje maken. Is gevaarlijk voor de baby. Even zijn gezichtje wassen. Dan gaat de kleine man lekker in bad. Goed papa vasthouden? Ja. Oh. Papa. Oh ja. Een kikkertje. Papa. Joep lekker in bad. Eend. Ja, eend. Heel goed. Zo. Nou, Joep is gewoon. Ja, maar heel eventjes. Lekker gebadderd. Ja. Dan gaan we weer eruit. Oeh, het is koud, koud, koud. Lekker inpakken. Ja. Hij is lekker bijna aangekleed. Even nog een beetje melk teruggeven. Hoort bij het babyleven. Het is nu 7:30 in de avond. En hij heeft net lekker gebadderd. En nu ligt hij lekker in zijn eigen bedje. In zijn eigen kamer. Dit wordt zijn derde nacht in zijn eigen kamer. Nou, het is nu 11:45 in de nacht. Ik moet wel even zachtjes praten, want de rest ligt natuurlijk nog gewoon te slapen. Ik ga een flesje voor hem maken. Ga ik hem verschonen en dan ga ik hem lekker wat drinken geven. Maar ik ga eerst even bij hem kijken. Alweer 2:30 zie ik. En net was hij om 11:45 even wakker. Maar toen was hij stil. Zijn we even gaan liggen en nu is het alweer 2:30. Dus nu ga ik een flesje maken en ga ik hem een drinken geven. Het is nu 2:50. Ondertussen heeft zijn flesje leeg. Hij heeft dus gewoon een luier. En ik hoop dat hij nu lekker weer gaat slapen. Hij is weer wakker. Het is nu 3 uurtjes verder. Dat doet hij wel netjes. Eigenlijk de hele dag door een beetje om de 3 uur. Soms wat korter achter elkaar. Maar het is 4:30. Zijn flesje gemaakt. Ik ga gaan wenen. Het is 8:00 in de ochtend. Ja. En hij was vanochtend om 4:30 al wakker. Dus hij heeft weer netjes gedaan. Hij is na zijn voeding gaan slapen. Al 3 uur later. Zeg, 2,5 uur, 3 uur later. Is hij weer wakker voor zijn volgende voeding. We hebben een nieuwe fles aangeschaft. Deze is van Difrax. Hij heeft een kleinere speen. We hopen dat hij hierdoor wat langer doet over de fles, want we hadden hiervoor een fles. En die fles had hij dan binnen 10 minuten leeg, soms wel sneller. En hij dronk best wel gulzig. Nou ja, daar kan je ook heel veel krampjes van krijgen. En je hebt heel snel weer trek naar zo'n fles, schijnt. Nou, dat klopte bij hem ook wel. Hij dronk of om het uur, dan kwam hij weer voor drinken. Of om de 2 uur. Nou, over de dag, over je 24 uur. Dronk hij best wel veel. Dus we gaan nu deze uitproberen. Tijd om je te verschonen.
25 uur met Joep zit er alweer op. Wij hopen dat jullie dit een leuk filmpje vonden. Zo hebben jullie ook een beetje kunnen zien hoe het leventje van een babytje eruit ziet. Hoe een dag van een babytje eruit ziet. Veel slapen, veel drinken. En korte nachtjes voor mama en papa. Maar het is het allemaal waard. Hij is alweer bijna 4 weekjes oud. Wij hopen dat jullie dit een leuk filmpje vonden. Geef ons een duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien jullie ons weer terug bij onze volgende video. Doei!